Ja, dit is een basisuitrusting als je buiten de piste gaat skiën. Dat betekent dat je een lawinepieper draagt. Die draag je op je lichaam. Die zendt een signaal uit waarmee je gevonden kan worden als je begraven bent onder de sneeuw. En op het moment dat dat gebeurt, dan moet je door je tochtgenoten moet je eigenlijk gered worden. En dan zet je je pieper op ontvangen. En deze twee communiceren met elkaar en dan kun je lokaliseren waar het slachtoffer onder de sneeuw ligt. Nou, om precies te lokaliseren heb je een sondeerstok nodig. Daarmee prik je in de sneeuw en voel je of je het slachtoffer raakt. En als dat zo is, dan moet je hem zo snel mogelijk uitgraven. Nou, voor die hele procedure, zoeken, lokaliseren, uitgraven, heb je ongeveer 10 minuten. En daarna neemt het overlevingsrisico heel snel af. Is dat verstandig om altijd zelf te gaan graven? Het is zelfs voorwaardelijk dat je zelf gaat graven. Want op het moment dat jij de pistedienst gaat roepen en er een helikopter moet komen, ben je altijd te laat. Dus elkaar redden vanuit een lawine betekent dat je dat met de groep moet doen. En daarom is het zo belangrijk dat je met ervaren mensen op stap gaat die verstand hebben van zaken, die dit kunnen, die erin geschoold zijn en waar je op kan vertrouwen. Want je moet uiteindelijk je beste maatje onder de sneeuw vandaan halen.